En na vandaag zijn we klaar. Vandaag zijn de allerlaatste twee toetsen, godsdienst en Nederlands. En als we die hebben gemaakt, is het officieel vakantie. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. Zo, we zijn nu echt aangekomen, dus het is nu pas eigenlijk echt vakantie, dus dat is mooi. You should grow feathers and see this too. Het is wel een mooie omgeving als camping en mijn tent staat in ieder geval. Zo, we gaan nu zo naar het strand en we hebben net lekker gegeten. Dat jullie me niet helemaal goed horen, wel een mooi moment om jullie allemaal nog even te bedanken voor het supporten van mijn YouTube kanaal. Ik had toen ik in 2016 begon nooit verwacht dat ik hier nu bijna 250 abonnees heb. Dus heel erg bedankt en ik hoop jullie nog heel lang te kunnen vermaken met echt de tofste content die ik maar kan bedenken. Zoals deze vlog. Het rare aan zo'n dag als dit is dat je 's ochtends begint met het maken van de laatste toetsen van je toetsweek. En dat je dan die middag, diezelfde middag en diezelfde avond gewoon op het strand staat. Dat is zo ongelooflijk mooi. Goedemorgen kijkers van Harmenfrodo en welkom bij deze vlogdag. Het is nu de tweede van de drie dagen dat we er zijn. Ik ben vroeg opgestaan, maar dat kwam vooral doordat ik mijn wekker van het krantenlopen was vergeten uit te zetten. Dus het is nu 6:15. Lekker Harmen. Op dit moment zijn de meeste tenten nog dicht, maar je ziet al wel mensen lopen met spullen en zo, omdat het natuurlijk al morgen is. When you want to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.
dat was het zeeweer even. Zo, deze middag was het een stuk minder lekker weer dan dat het de afgelopen dag was en vanmorgen was. Dus we hebben vooral binnen een beetje zitten kaarten en zo. En een beetje wat gedronken, wat gegeten en zo. Daarom heb ik ook niet zo veel gefilmd. Maar ik ben er nu weer heel even. En ik loop nu even een rondje. De regen is gestopt. En nu gaat de zon zo weer schijnen. Qua momenteel is het weer echt niet te genieten eigenlijk. Net was het een stuk erger, want toen regende het heel erg. Maar nu is het nog steeds niet warm of lekker weer of zo. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk helemaal goed.